of u dat nu leuk vindt of niet, ik zal mijn verhaal toch doen. Uit liefde voor mijn kinderen, voor u, voor uw kinderen en kleinkinderen en voor alles wat leeft. Ik sta hier echt vanuit kwetsbaarheid en overtuiging om met u te delen wat mij in toenemende mate verontrust. Wie kennis heeft van de moeder der transitieplannen, de 17 sociale ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel Social Development Goals of SDG's genoemd. Wie deze SDG-doelen leest met een bezield en empathisch hart, die zal voor deze doelen of idealen zijn. Luister maar naar hoe ze omschreven staan. Geen armoede, geen honger, gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, ongelijkheid verminderen, schoon water, betaalbare energie enzovoort. Wie zou het niet willen? Ik ben er helemaal voor, tenminste, als de doelen en plannen daar ook echt toe zouden leiden. Maar ik vrees dat schijn bedriegt. Wie zich werkelijk verdiept in de totstandkoming van de SDG-doelen door organisaties en personen die deze doelen en agenda's bepalen en de geldstromen die ermee verband staan, die kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er iets grondig mis is. En ja, in dit verband mag en kan ook het World Economic Forum niet onvermeld blijven. Het WEF speelt een centrale rol bij de totstandkoming van plannen die uw leven, vrijheid en autonomie ingrijpend beïnvloeden. Ultrarijke royals, gekozen en ongekozen wereldleiders, captains of industry van big tech, finance, big food, big pharma, big energy, big media, NGO's komen al tientallen jaren samen om op ondemocratische wijze de toekomst te bepalen van miljarden mensen. En hoe die toekomst er nu uitziet, in één woord, afschuwelijk. Tenminste, dat is mijn mening. We denderen in een sneltreinvaart af op een samenleving waarin op basis van wetenschappelijke modellen, en dat is niet de werkelijkheid, en door gebruik te maken van digitalisering en robotisering ons leven tot in het kleinste detail kan en zal worden gecontroleerd en gereguleerd. Heel concreet staan we echt kort aan de vooravond van een samenleving die op basis van straf en beloning zal worden geleid. Op een wijze die u wellicht afdoet als een dystopische fantasie, zoals George Orwell in 1984 of Aldous Huxley in A Brave New World beschrijven. Maar ik voorzie met grote zekerheid dat niets minder waar is. Ook wij zullen, zoals het er nu voor staat, op basis van bijvoorbeeld een soort social credit systeem, zoals men dat in China al jaren heeft, ook leven, gepresenteerd als vrije democratische levenswijze. Termen als de Great Reset, One Health, One Governance, Smart Cities, Central Bank, Digital Currency, Social Credits, Carbon Credits, pandemische paraatheid, gezondheidspaspoorten, biometrie enzovoort zijn allemaal begrippen en maatregelen die er verband mee houden. U kunt het echt zelf allemaal onderzoeken. De top-down bedachte SDG-doelen, de afgeleide agenda's en plannen en deals gaan niet over uw welzijn en dat van uw medemensen. Maar het gaat uiteindelijk over het maximaliseren en optimaliseren van macht en controle van enkele over velen. De agenda's en plannen worden er inmiddels in een razendsnel tempo doorheen gedrukt op internationaal niveau van de Verenigde Naties, de WHO en de EU, om vervolgens als nieuw normaal in uw leven te verschijnen. De coronapandemie was een voorproefje. Noem het een try-out. Toen eisten overheden mondiaal van mensen zich massaal te laten injecteren met een experimenteel gentherapeutisch middel. Om vervolgens via een digitale infrastructuur mensen die er niet aan meewerkten uit te sluiten. Er was maar één manier om onze vrijheid terug te krijgen. U weet dat nog wel. Vaccineren. Inmiddels weten we dat het niet klopte en dat dit ook tot grote negatieve gevolgen heeft geleid. Er zal nog veel meer over naar buiten gaan komen. En is het u sinds die tijd ook al opgevallen dat een thema als klimaat met dezelfde onheilstijding wordt gepresenteerd? En hoort u ook nu niet dat er ook nu maar één oplossing is om in vrijheid en veiligheid te kunnen leven? Namelijk CO2-reductie. Lang leven de carbon credits. Een krediet
wensen, wees u daar wel van bewust. Het is iets wat u wordt gegund en u zal ervoor moeten betalen. En weet u, vrijwel elke maatregel, hoe extreem ook, is er vrij gemakkelijk door te drukken als mensen vol angst en schuldgevoelens zitten. Mensen zijn werkelijk vrijwillig bereid vrijwel collectief al hun vrijheden en grondrechten en zelfbeschikking op te offeren in ruil voor zekerheid, schijnveiligheid en te deugen. De kerk heeft er honderden jaren succes mee geboekt. En ook in de coronacrisis, wat een zeer recent voorbeeld is in deze, is het goed gelukt. Met als kans voor gek versleten te worden of desnoods als complotdenker te worden weggezet, wil ik u toch echt waarschuwen dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat wij onder de kleurige SDG-vlag een totalitaire samenleving aan het inrichten zijn. De verandering van de samenleving vindt plaats onder wat bij het Westveld bekend staat als de vierde industriële revolutie. U kunt het boekje gewoon bestellen. Transhumanisme, letterlijk betekenend voorbij het menselijke, wordt daarbij als het ideaal gezien. Het ideaal waarin de natuurlijke mens, u en ik zoals wij hier zitten, zal versmelten met technologie waarna de mens onderdeel mag zijn van het internet of bodies. U en ik zullen dan heus letterlijk 24 uur en 7 dagen per week digitaal kunnen worden gevolgd, gemonitord door een technocratische overheid die top-down wordt geleid. Tenminste, als wij dit proces niet stoppen. We moeten dus bij zinnen komen en wat mij betreft heel snel ook. Zoals gezegd, en ik sluit af, niets is gemakkelijker dan mensen die een warm en empathisch hart hebben, en dat heeft u zonder enige twijfel, te misleiden op basis van angst en schuldgevoelens. Om die reden is het dan ook echt zeer belangrijk om met behoud van een koel hoofd, maar ook uw warme en empathische hart, toch een keer de moed op te brengen om echt kritisch te willen kijken en te willen onderzoeken of de zaken die u aan de buitenkant worden gepresenteerd als goed, noodzakelijk, dringend urgent en onontkoombaar, dat allemaal ook wel daadwerkelijk zijn. Want stel nu eens dat schijn bedriegt. Want zwijgen. Dus het kan niet meer. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.